Ik ben afgestudeerd. Maar nu staat er iets heel vervelends op de planning. En ik mag daarvan dus 2 weggeven bij 30k winactie, maar mijn abonnees gooien jullie niet meer. Want we gaan vandaag een scooter kopen. 10 miljoen? 10 miljoen. Je moet deze dus op je tong leggen en dan 1 keer opeten. Ik ben echt nog nooit zo slecht geweest. Ik ben zo slecht. Het geknor van een kitten is zo lekker. Hey jongens, volgens mij is dit moment het perfecte moment om weer te gaan beginnen met weekvloggen. Dit is zo'n raar begin. Ik kom net van school en het was de laatste keer dat ik op school was. Want ik ben afgestudeerd. En alleen de mensen die mij heel goed kennen, die weten, sorry, even de route, die weten zeg maar, die snappen hoe te gaaf, te gek dit is. Want ik heb dus 6 jaar over mijn studie gedaan. En ik heb dit jaar iets van 2,5 jaar in 1 gedaan. Ik heb zo hard gewerkt. Zoveel stress gehad. Ik ben zo moe. Ik heb deze afgelopen week gesolliciteerd. Ik heb gesprekken gehad. Ik kreeg te horen dat iets niet goed was. Ik heb 7 uur gekregen om het nog te herkansen. Het gehaald. Vandaag mijn startbekwaamheidsgesprek gehad. Wat heel pittig is. Heel pittig. Toen moest ik op de gang wachten en ik heb het gehaald. Ik ben afgestudeerd. Ik heb al mijn punten. Mijn cijferlijst is compleet. Zo, zo blij. En het leukste is... Het leukste is dat voor mijn verjaardag had ik van Frans en Linda. Dus mijn beste vriendinnetje en haar vriend. Een coupon gekregen. Voor Escape Room. En daarvoor wilden we nog wat gaan eten. En het is vandaag. Toevallig is het dus echt een perfect moment. Moet ik hier nu weer in? Omdat Linda was 2 dagen jarig. Dit was nog voor mijn verjaardag en ik ben nu afgestudeerd. Dus we gaan nu lekker eten. Lekker eten met coupon. Vet goedkoop was het echt 30 euro met 4 of zo. En echt niemand weet het nog, maar op het moment van de vlog maakt niet uit. Ik heb een baan, fulltime leerkracht, groep 3. De leukste groep die er is. Echt een droom, ik ben zo blij. Ik heb nu gewoon even niks meer wat ik moet doen. Dus ik kan gewoon weer gaan weekvloggen of vloggen of wat dan ook. En leuk dat je kijkt. Het eten is op. Ik had salade caprese. En zon. En tiramisu. En prosecco. En zij hadden toen nog wat anders. Het is echt super gezellig, maar ik ben vergeten te filmen. Kijk. Dit is het eten. We gaan nu naar de escape room. Hier loopt mijn beste vriendin, maar die wil nooit in beeld. Dus eigenlijk bestaat ze niet. Charlotte die helpt er echt goed. Deze gaat zo weer open. Je moet even een beeld maken, we gaan nu beginnen. Nummer 1 is een code, dus we moeten een code. Jongens, het is echt een aanrader. Het is dus op de Laurierstraat via Groupon, 50 euro. En normaal is het 108 of zo, zo duur. En ik had het dus van Linda gekregen voor mijn verjaardag. Maar we waren zo'n goed team, want alles wat bijvoorbeeld Linda en ik denken echt totaal anders. En ik dacht weer meer een beetje hetzelfde als vriend van Linda. En Linda weer een beetje zoals Ruben. Wat we eigenlijk al wisten, dat hebben we heel vaak. Dat zij het met elkaar eens zijn of zo. Dat is super grappig. En dat Linda iets zag en ik had het echt niet gezien. En dat ik weer iets zag en dat had zij echt niet gezien. Goedemorgen, ik heb niet meer gefilmd. Ik moet echt weer heel erg wennen aan het vloggen. Zit hier? Oh, dat zit op mijn camera. Ik ben heel erg moe. Het is best wel laat geworden gisteren. Het is nu dus donderdag 13 juli. En vandaag staat op de planning dat ik mijn contract ga tekenen. Op de school waar ik ga werken. Maar nu staat er iets heel vervelends op de planning. Het is nu al bijna 10:30. En om 11:00 moet ik bij de tandarts zijn. Ik ga een gaatje boren. En ik vind dat echt verschrikkelijk. Ik heb nog nooit eerder een gaatje gehad. Maar het punt is, ik heb zeg maar die kiezen. Al de onderste 2. Als ik daarmee kauw en er komt iets hards of zo tussen, dan is het echt zoveel pijn. Omdat er dus zenuwen worden geraakt of zo aan die tand. Maar er is dus niks met die tand. Ik denk dat het is een gaatje. Er moet iets aan de hand zijn, maar er is dus niks. Toen hoorde ik dus een maand geleden van, ja, je hebt hier een gaatje. Waar ik dus minst last van heb. Maar die moet dus geboord worden. En ik moet vandaag gaan. We gaan waarschijnlijk bijna op vakantie. We weten niet precies wanneer we gaan. Ik denk volgende week. Het is nu dus donderdag. Maar ik moet dan even wat video's filmen. En ik heb voor zaterdag ook nog een video. Dus dat ga ik ook vandaag even doen. Maar ik hoop dan niet dat ik zo'n dikke bak heb. Ik ga nu douchen. Oké, nou, ik heb gedoucht. Ik had geen tijd om op te maken. Ik ga nu naar de tandarts.
maak me daarna wel op. Ik denk dat ik daarna even meteen door ga boodschappen. Dat moet echt gebeuren. Dus ik zie jullie zo nog wel na de tandarts. We zijn helemaal vast. Ik ga dus met de auto, want het is net iets sneller. Maar nu denk je misschien, Charlotte, waarom vind jij het zo erg getandard? Maar ik ben dus weer bang voor pijn. Zijn bloedprik bijvoorbeeld ook heel erg. Heb ik laatst ook weer een keer moeten doen. Het viel zo erg mee. Omdat ik er iets beter tegen kon nu tegen het idee. Maar ik blijf het verschrikkelijk vinden. Ik krijg een rode vlek in mijn nek en zo. Ik vind het echt verschrikkelijk. Maar het is meer... Ik weet dat ik verdoofd word. Maar het gevoel dat je... Het idee dat je dus niks voelt. Maar dan wel zo... hoort in je tand. En snap je wat ik bedoel als ik zeg je voelt het wel. Terwijl je het niet voelt. Bij mij is ook uit hier dit middenbeentje verwijderd. Van mijn beugel, omdat ik anders spleetjes tussen mijn tanden kreeg. En het deed geen pijn, maar je hoorde en voelde net alsof je voet slaapt en je gaat op je voet lopen slaan. Bij wijze van spreken. Je voelt het wel. En ik vind het zo naar. Dus ik ben bang dat de verdoving nog niet goed werkt. Kijk, als je echt al 8 jaar lang gewoon bij de tandarts pijn hebt van zodra ze met dat haakje in mijn tand gaan, is het echt aaaah, want dan is het de zenuw, weet je. Ik ben zo bang dat het nu dan geraakt wordt of iets. En dat gevoel is namelijk hels. Mijn vader had laatst bij Elja gemaakt. En ze had nog iets van die zeedieren, of nog iets van een schelpje of zo. Dat kwam in mijn tand. Nou, verschrikkelijk. Maar ik ben er nu. Ik zie jullie dan na de tandarts. Oké, jongens, ik ben klaar. Ja, je ziet dat ik een beetje raar praat. Mijn wang is dus niet dik. Het voelt wel heel dik. En dit stukje van mijn lip is verdoofd. Daardoor praat ik een beetje gek. Het viel gelukkig echt reuze mee. Verdoving deed niet eens pijn. Die naald deed gewoon geen pijn. Het boren zelf heeft geen pijn, maar ik ben altijd... Jeetje, ik kan echt niet normaal praten. Dit vind ik heel naar voelen, maar ik ben dus altijd bang dat het ineens wel pijn doet. Dus bij elk schraapje denk ik, oh my god, straks voel ik het. Maar ben je er bang voor? Gewoon gaan, want het is echt niet erg. Het is erger als je het niet doet en dan krijg je rotte tanden. Dus ik ga nu toch nog even langs huis, want ja, ik moet wel even opmaken. En het is helemaal geen mooi weer. Dus ik heb hier een jurk aan, het is helemaal geen mooi weer, dus... Ik heb zin om een serie te kijken, maar we hebben geen eten in huis. Dus ga ik dan in één keer door. Nou ja, ik rijd er bijna langs. Dan laat ik de auto voor de deur staan, dat helpt altijd. Dan zorgt ervoor dat ik dan weer snel weg ga. Maar als ik nu met mensen moet praten... Het voelt zo gek. Oké, doei. Oké, ik was naar huis gegaan en ik heb de 100 gekeken. Echt 5 afleveringen. Ik was gewoon te moe. En nu is het 3 uur, dus nu ben ik op station Wees. Mijn moeder die gaat voor een paar dagen naar Zwitserland met het vliegtuig. Dus ik ga er even uitzwaaien. Nog even een kus geven. En ze had nog wat spulletjes voor me. En dan ga ik daarna even een voorstelstukje schrijven. Even via mijn telefoon, gewoon in de auto. Voor de nieuwsbrief van mijn nieuwe school. En dan ga ik daar naartoe om het contract te tekenen. Maar nu eerst even naar mama. Oké, het was echt heel leuk met mijn moeder. Maar ik had niet gefilmd, want we hadden maar heel kort. Ik had dus warme kleren aangedaan, maar het was helemaal niet koud. Dus ik heb nu weer het jurkje aangetrokken. Maar het is al een beetje bloot, maar... Ja, kan dit? Ik weet het niet. Ik heb een contract. Jongens, ik ben zo blij. Even hoor, ik wil een ijskoffie aan drinken. Zo blij. Maar aan de andere kant ook wel meteen het gevoel van wow. Weet je, ik kan natuurlijk heel blij zijn. Maar ik word keihard werken volgend jaar. Want ik ga voor het eerst om mezelf zeg maar werken. Ik ben ook op mijn oude stage school uitgenodigd om donderdag dan weer een soort afscheid te doen van collega's. Maar daar mag ik ook weer bij zijn. Dus volgende week wordt echt nog wel een hectische week. Maar dan gewoon lekker 2 weken op vakantie. En dan begint het wel alweer. Dus ze zei ook, het gaat hard werken worden. Maar als je het leuk vindt, dan is dat niet erg. En nu? IJsblokjes wel op, dus ik heb koffie een beetje ingevroren. En dan daar havermelk bij. Super lekker. Ruben is allebei super moe, maar we gaan lekker uit eten met een Groupon dus. Super goedkoop. Lekker daar heel relaxed eten. Heel veel eten. En chillen. En vieren dat ik ben afgestudeerd en een baan heb. Ik lijk misschien ook niet blij, maar omdat ik oprecht heel erg moe ben. Ik ben echt heel erg moe. Maar dat gevoel, dat gaat nog komen. Hoe chill. We zijn er. We zijn zo hangry. Want we hadden geen eten in huis. Dus we zijn uitgehongerd. Dit is het eerste. Zullen we het al eten? Er zitten sick veel spullen. Lekker. Ik heb echt zo honger. Het is wel heel veel. Lekker. Kom, we eten er een. Hoe lekker. Het ziet er zo lekker uit. Heel chill. Oh, je filmt al? Je kan het niet meer, hè? Ik kan niet meer volgen. Ik kan niet meer presenteren. Het is heel lekker. Het
Het is echt heel lekker. Toch, Ruud? Het is echt heel goed. We zijn zo aan het genieten. Niet normaal. Goedemorgen jongens. Ik heb gisteren vlog niet afgesloten, maar we gaan even wennen aan het vloggen. We hebben het zo leuk gehad. Het was echt een heerlijke avond. Ik heb wel weer veel te kort geslapen. Wat ik wel heel chill vind aan weer beginnen met vloggen, is dat ik weer eventjes... Ik krijg best wel natuurlijk soms wat producten opgestuurd. En in een vlog dat laat zien is super chill. En in een video komt het er gewoon steeds niet van. Dus ik wou nog even laten zien. Ik heb deze ook toen gekregen. Glamglow is best wel duur, maar ik vind het wel... Het is een van de weinige dingen waarvan ik vind dat het geld heel erg waard is. Dit is dus een dagcreme. Dus niet een maskertje, maar een dagcreme. En het zit in een roze doosje. Deze is volgens mij 40 euro. Maar ik gebruik deze nu denk ik al 2 maanden. Ik heb het jullie op Snapchat en Instastory wel verteld. Hoe fan ik ervan was. Maar kijk hoe weinig eruit is. Het is een dagcreme. Soms doe ik nog wel, net dat ik hele droge huid, nog een gewone dagcreme op. Maar dat hoeft in principe niet. Het geeft je dus net een soort van glow. Maar... Zie je dat? Het ruikt ook weer echt heel erg lekker, zoals altijd bij Glam Glow. En ik ben er zo blij mee. En ik mag daarvan dus 2 weggeven. Bij 30k in actie, maar mijn abonnees gooien niet echt meer. Wat mij ook helemaal niet zoveel uitmaakt op dit moment, want ik zit gewoon niet heel veel tijd aan YouTube. Maar dan mag ik er 2 van weggeven, dus dat is super leuk. En ik baal heel erg van hoe mijn hoofd eruit ziet. Ik weet niet of jullie, misschien denk je nu, hou je op met zeuren, maar... En dit is trouwens Nude Glow. Okay. Nude Glow. En wat vandaag... Ik heb ook nog deze gekregen. Die ga ik zo even testen. Wat vandaag op de planning staat... Oh, de laatste keer dat ik vlogde was op mijn verjaardag ook in deze bodyjas. Voelde ik me zoveel fitter en beter en zo. Ik hoor heel erg blij te zijn, maar ik snap... Sommige mensen weten misschien wel wat ik bedoel. Je hebt dan zo hard gewerkt en... Gisteravond ging ik dan serie kijken, omdat je eindelijk weer... serie kunt kijken. Het ging pas om 2 uur slapen, dus dat is een beetje dom. Wat vandaag op de planning staat, is filmen. En ik heb op Snapchat gevraagd wat mensen wilden zien. En waar is mijn telefoon? Ik ga eens even kijken. Want ik ga volgende week zondag waarschijnlijk op vakantie. Dus ik ben niet iemand die houdt van vooruitwerken. Ik vind eigenlijk 2 video's op 1 dag al te veel, want dan gaat de spontaniteit bij mij een beetje af. Dit zijn de opties die ik heb gegeven. Niet heel veel mensen hebben gereageerd eigenlijk. Wordt het nou scherp of niet? Deze try. Even kijken, de overhand heeft AliExpress kleding. Oké, in de auto. Ik had even geen tijd om die highlighter te laten zien. Ik heb het wel opgedaan trouwens. Je ziet het best wel erg. Maar ik had geen tijd om te filmen. En ik heb ijskoffie. Wat ik nu dus doe, is dat ik de avond ervoor zet ik koffie. Ik heb echt 3 shots of zo. Zet ik in de vriezer. Dan haal ik het eruit als ik wakker word. En dan duurt het wel even 20 minuten voordat het, zeg maar in een bakje, dat ik het weer uit kan halen. Dan doe ik dat hierin. En daarbij heb ik een havermelk. En dan nu is het nog steeds aan het smelten en het zit er dus echt ijsblokjes van koffie in, zeg maar het is super chill. En Ruud brengt me dus naar Muiden en dan ga ik filmen. En ik heb niet heel erg lang, want dan pas op, komt de auto. Hij moet me dan straks weer ophalen, want we gaan vandaag een scooter kopen. Ik heb dus een beetje gespaard voor het eerst in mijn leven. En als ik eenmaal een bepaald bedrag heb, dan kan ik het best wel goed sparen, maar ik had iets van nee. Van ja, we moeten nu gewoon een scooter weer kopen, we missen het echt heel erg. Zij gaat straks naar Amsterdam in zijn eentje. En dan terugrijden met de scooter. En vanavond gaan we weer naar Franse Linda. Dus ik ben benieuwd. Hallo Ruben. Hoi. Ben je er? Ja, ik ben er. Moet ik naar beneden komen? Ja, en dan rij ik gewoon heen. En dan moet jij alleen even terugrijden, oké? Oké. Oké, dankjewel. Heel erg lief. Ja. Oké, tot zo. Dag Ruben. Doei Charlotte. Eigenlijk wilde ik niet eens zo per se een scooter, maar hij wil het al zo lang en ik vind het super chill hoor. Maar ik ben, als ik eenmaal geld heb gespaard, word ik een soort gierig dat ik het niet wil uitgeven. Wat dus eigenlijk heel goed is. Maar dit is gewoon een goede investering. Investering niet dat, ik bedoel niet investering als dat je in een huisje investeert, maar ik bedoel, het is een goede manier om het geld uit te geven. En ik wil bijvoorbeeld ook mijn geld eigenlijk uitgeven aan de audio nog, voor mijn camera. Maar verder, ja, het leek me gewoon verstandig om wat geld op je rekening te hebben voor als er, weet je, als er iets stuk gaat, dat je geld achter de hand hebt. Maar ik ga straks werken, dus dat komt wel goed. Dan heb ik gewoon elke maand salaris. Doei. Oké, jongens. Het deed echt pijn om zoveel te pinnen. Ik vond het ook eng. Ik was heel bang dat ik beroofd werd. Waar heb ik allemaal 20 is gedaan? Weet ik niet. Het was de enige grootste. Ze hadden niet meer 50 is. Dit was de grootste optie. Echt? Ja. Ik weet niet. Zoveel. Hoi, Charlotte. Ik weet niet wat het laatste is wat ik heb gefilmd.
je hoofd. Oh ja, Ruben ging dus die scooter kijken. Het ging dus met Jamie. En toen waren ze zo laat dat het primaire al dicht is, dus ze konden niet overschrijven. Dus ze gaan morgen weer, volgens mij. Of de Ruben in ieder geval. Wanneer ben ik bij? BFN. Ik ben Lin. Het was echt heel gezellig. We hebben shawarma gegeten. Want Linda was dus jarig. En toen... Maar toen zag altijd de mannen. Oh, zijn er nog niet. Toen gingen de mannen naar Amsterdam en wij hebben de hele avond gekletst. We wilden film kijken, maar het is eigenlijk niet gelukt. Ik ben echt slecht in filmen, sorry. Kijkers. Ik hoop, als deze video likes krijgt, dan gaat Linda in beeld. Nooit. 10 miljoen? 10 miljoen likes. Oké, okay, dat was het. Hallo jongens. Ik ben zo moe. Ik heb niks gedronken gisteren, maar ik ben zo moe. Het is nu de volgende dag. En Ruben en Jamie zijn er. En die hebben de scooter gehaald. En ik ga het nu laten zien. Waar dan? Oh! Jongens, de scooter is er. Cool. Ik zit hier in mijn badjas. Het is nu de volgende dag. Ik ben te lui om naar boven te komen. Naar buiten te gaan. Ik kom net uit de douche. Cool. Hij is vet mooi. Hij is echt heel mooi. Ik heb letterlijk niks gedaan gisteren. Het is nu de volgende dag. En Ruud gaat ontbijt halen. En doet hij nooit. Kijk, gaat op de scooter. Daar gaat hij. Ik had nog zo, maar we hadden helemaal geen brood. Dus hij gaat roomkaas halen en ijsbergsla. En dingetjes. Lig je lekker op de was? Dik zakje. Dik zakje. Bobby, dat is eigenlijk net gewassen, die washandjes. Hoi Noah. Noah. Hi. Waarom liggen jullie ineens hier? Het geknor van een kitten is zo lekker. Eigenlijk is hij geen kitten meer, hè? Eigenlijk ben je geen kitten meer, hè? Kitten ASMR. Kitten ASMR. Oké, okay, we hebben nog even gechilled. Opgemaakt. Kleren aangedaan. En vrienden van Ruud komen ze nu ophalen met de auto. Ze wonen hier echt 1 minuut vandaan, hoor. Ik heb er echt zin in. We gaan dus bowlen in Amstelveen. En dit is mijn outfit. Maar we moeten natuurlijk straks bowlingschoenen aan. Maar het match. Ik ben zo slecht. Ik gooi zeg maar een derde punten van wat de rest van deze. Hallo jongens. Hallo. Jeetje. Het is nu alweer woensdag. Ik moet even weer heel erg wennen aan het vloggen hoor. Maar ik was eventjes met Lisa. Dat is de beste vriendin van Ruben. In Diemen. Want het is stik heet. Het is vandaag 30 graden. Hier binnen 29 of zo. En dus we wilden even de deur uit, maar het was zo heet. En Rup is nog niet thuis, dus daar heb je die sushi met 50% korting. Dus daar had ik even wat van gehaald. Dus ik dacht, ik doe eventjes... Als je het saai vindt, moet je gewoon eventjes doorspoelen. Ik heb ook niet heel veel om over te kletsen, maar gewoon even chill eten. En ik vind mukbangs echt best wel chill. En je kon mij tot nu toe steeds niet horen kauwen in mijn mukbangs, omdat ik die lens had waar ik heel ver weg zit. En nu zit ik even met mijn andere lens. En ik heb niet genoeg batterij om een hele mukbang op te nemen. Ik heb maar 13%, maar dan ga ik heel eventjes sushi met jullie eten. Het is trouwens qua hoeveelheid sushi niet echt een mini mukbang. En ik had net in de auto al 3 avocado makkies gegeten. Ik heb trouwens een ventilator aanstaan, dus ik hoop niet dat jullie daar last van hebben. Maar anders is het niet uit te houden. 3 avocado makkies en 2 salmon nigiris gegeten. Super lekker. Dit is dus weer bij, ik doe best wel veel wasabi. Judo. Grappig, want steeds als ik een mukbang opnam, dan zag je mijn sushi niet goed. Want met mijn lens moet ik dus heel erg ver naar achter zitten. Maar met deze lens hoeft dat dus niet. Dus nu zien jullie best wel goed wat ik doe en zo. Even kijken, voor welke ga ik? Ik ga even voor deze. Uramaki. Het heet trouwens niet overal uramaki. Want... Hij is niet heel lekker dit keer. De zalm is niet zo zacht. Terwijl die wel heel lekker zijn.
Weet je, soms is zalm een beetje taai. Wat kan ik zeggen? Oh ja, zij noemen het zalm avocado makkies. Terwijl sommige bedrijven noemen dit oeremakkies. Dat was een avocado makkie. Jullie kunnen mijn sushi net niet heel goed zien, hè? Dit is het. Super lekker. Echt super lekker. En dit was, wat ik ook al op heb gegeten, dat erbij, 16 euro. Dat het dus 50% korting was. Maar normaal is het wel duur. Oeh, nee. Oh, nee. Ah. Zo lekker. Ik had eigenlijk meer gember erbij binnen. Tegenwoordig, als je krijgt vaak één bakje erbij. Tegenwoordig bestel ik nog wel eens erbij, omdat ik gember zo lekker vind. Maar gember neutraliseert dus de smaak, hè? Dus als je bijvoorbeeld van zalm overgaat naar tonijn, dan kun je even gember nemen. Zodat je tong dus weer helemaal een neutrale smaak opneemt. Dat heb ik in ieder geval gehoord. Deze wil ik dus half eten, omdat die zo lekker is. Niet in één keer in mijn mond. Deze vlog is echt... Op een gegeven moment, ik ging namelijk even wat oude video's terugkijken op YouTube. Had ik best wel echt leuke, goede in elkaar gezette video's met wel... Ik editte niet leuk of zo, maar ik editte wel dat er echt wel tijd in zat. En ik merk dat mijn video's nu een beetje minder zijn. Maar dat komt dus omdat ik echt gewoon heel weinig tijd voor YouTube had. En ik ben er nu zo uit dat ik het heel moeilijk vind om er weer in te komen. Houden jullie ook zo van gember? Als ik echt keelpijn heb, ga ik ook net gember halen. Zo goed voor je keel. Best veel sushi heb ik. Super lekker. Zo chill. Je moet deze op je tong leggen en dan één keer opeten. Dat doe ik meestal ook wel hoor. De batterij gaat uitvallen, jongens. Zondag gaan we op vakantie. Ik heb er zoveel zin in. Deze is echt niet lekker. Hoe kan het dan dat deze zeg maar zo lekker zijn? Zo zacht ook de zalm. Dit is zelfs met tofu. Lekker zoet. En dat die uromakkies of die zalm en avocado makkies dan ineens niet lekker zijn. Alsof het een andere zalm is ofzo. Of anders, het is hoe je het snijdt hè. Want als je hem op een bepaalde manier snijdt is hij niet taai. En op de andere, als je hem andersom snijdt, dan is hij wel taai. De nigiri zijn heel lekker. Wat doen jullie als het zo heet is? Wij hebben hier echt alles dicht nu. En vaak echt op overlevingsmodus. Want veel mensen weet ik, die gaan lekker naar het strand vol in de zon liggen. Wij hebben juist iets van, juist op dit soort dagen lekker binnen zitten. Maar ik hou niet van de hele dag op de bank zitten, dus daarom ging ik net even de deur uit. Maar het was zo heet. En er was een stroomstoring in Diemen. Volgens mij deden de airco's het ook niet. Super lekker. Echt super lekker. Als je ooit bij judo bent in Diemen, noemen deze altijd de nummertjes 1. Maar dat is salmon nigiri. Heel goed. Ruud komt zo thuis en ik voel me altijd schuldig als ik dan niks voor hem bewaar. Ik ga denk ik dit voor hem bewaren. Mijn camera gaat nu ook uitvallen.